op de vlog, op de vlog, allemaal op de vlog. Zilveren varken. Als spaarpot. Nou, dan kan er heel wat in natuurlijk. Kijk eens, Elwin. Oh, op de vlog, op de vlog, allemaal op de vlog. Hé? Ik schrik me op van jou rijden. Je hebt er ogen, je ziet het toch. Ja, ja, lieve vrienden, met een blik op Astrid en de woefwaffies, Elwin en Rijka, begin ik eindelijk mijn vlog. Ik was helemaal vergeten, sorry daarvoor. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En dit keer Astrid erbij. Ja, 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 ja. Zo is lief, hè? Ze kunnen wel lief zijn, als ze ze maar willen, hè? Ja. Ja, dat... ze zijn lief. Ze zijn zo lief. Ja, ik ben er dus al een hele tijd eruit. Zoals jullie nu al begrijpen. Want ja, druk, 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 druk. Ze zijn al buiten geweest. En we hebben al gegeten. We hebben al koffie gedronken. Ik heb zelfs al een tweede bak koffie. Astrid die is klaar met het werk. Ik weet niet of Astrid nog koffie wil. Nee hoor. Nee hoor. Wel opgeknapt met je appeltje. Mooi. Toppie. Ja, ik kan niet draaien nu. Dus ja, ik ben druk, druk, druk bezig met kerstkaarten te schrijven. Dus ja, daarom zoveel troep hier. Degene die ik dus gewoon kan brengen, dat breng ik. Gewoon op mijn booster, laat de honden lekker thuis en dan is het even aankachelen door de helder heen. En de rest krijgen een postzegeltje en ja, dat gaat dan op de brievenbus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, want het is hier al prachtig mooi weer met bewolking. Het zonnetje schijnt, hier en daar een beetje blauwe lucht, hier en daar een wolk, etcetera, etcetera. Maar het zonnetje schijnt, zoals jullie dat aan die auto wel kunnen zien. En daar hebben we Elwin weer. Dag Elwin. Dag grote meid. En daar is Rijka. Met Astrid weer. En mijn crisisboom op de achtergrond. Ja! Maar ja, zover ik weet is het aanstaande zondag eerste advent. En dan gaan de lichtjes daarop van aan. Ja, ook dat nog. En dan loop ik mijn huis. Dan moet ook de rest klaar zijn. Want ik moet ook nog boven wat voor mijn slak en mijn raam nog neerzetten. Ik moet nog buiten aan de gang. Maar dat doe ik met, mijn mannelijke... hulp, hoe heet dat nou? Begeleider, ja. Dus dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer lang al reeds tegen de klok van 6 uur in de avond. Oftewel 17:43. Ik heb iets leuks gekregen van Mary, want die kwam ook nog terwijl ik eigenlijk weg was. Belde ze mij op, dus ik heb eventjes opgenomen. Het was Mary. Ik had leuks gehad. Nou, een hele, hele mooie zilveren varken. Als spaarpot. Nou, dan kan er heel wat in natuurlijk. Ja, dat is ook wel even. Ja, enkel waar ik hem momenteel neer moet zetten, dat weet ik dus niet. Nee, en hij, ik denk dat ik hem naar boven toe doe. Ja. Maar dat komt goed. Ik had de tafel ook nog vol, want ik was ook nog bezig met kerstkaarten te schrijven. Maar ja, ik moest boodschapjes doen. Ik had een ring gebruikt, tenminste dat was een ring van mij kapot. Dus ja, dan wil ik wel weer een nieuwe ring, want anders mis je die weer. Maar nou heb ik er twee, voor de prijs van één. En het hoort bij elkaar. Ja. Oké, ik heb mijn andere ringen erbij om. Maar het is wel weer een leuk combi. Ik zal er even twee eraf halen. En dan zal ik waar het om gaat, zal ik even naar voren brengen. Zo, dan hou ik ze even met mijn duim vast.
Dat is dat setje. Nou, leuk toch? Nou, het is zelf hè. En dat is €15. Wie doet je wat? Niemand dus, nee. Maar vervoegd Sinterklaas cadeautje voor mezelf. Mag toch, of niet dan? Ja, vind ik leuk. Maar oké, ik had ook een to-go-tas vannacht besteld. Althans, vanochtend. Ik kon weer eens niet slapen vanwege me dan. Rijka, want die moest iedere keer met naar buiten de tuin in en wat ze daar deed, weet ik niet. Maar in ieder geval, Elving was hartstikke lief en die bleef gewoon rustig doorslapen. Maar zij om de avondklap eruit. Ik denk, nou, kijk eens eventjes of er een to-go-tas te redden is. En ja, die was te redden. Kijk, de zomer. Ik heb nog niet gekeken, ik weet niet wat erin zit. Dus we gaan weer graaien. Ik voel wel zak. Hoe dat is, Sjoels mag weten. Afgeprijsd. Broccoli rijst. Oh. Nog nooit gehad. Nee. Heb ik nog nooit gehad. Gesneden broccoli en lekker alternatief voor rijst. Aha! Oké. Nou ja, weten we dat ook weer. Wat kost het? Normaal gesproken €1,79. Nou, ga ik voor de volgende. Dat is vleeswaren. Een bal, een gesneden bal voor het brood, oftewel een balletje gehakt. Kost normaal €2,33. Maar wel lekker. Gaan we weer. Hier een zak. Oh. Nou, weer van die aardappeltjes. Aardappelpartjes gekruid. Kost normaal €0,99. Nou ja, dat is niet duur, dat weet ik. Maar ach. Ik bedoel €2,33 en ik betaal €3,99 voor het hele mikmakkie. Nou, €2,33 plus €1,79. Dan zit je er ook al overheen, toch? Dacht ik. Ik lust dat niet. Haha. Meloen? Nee, lust ik niet. Misschien de hondjes. Ah, dat is wel lekker. Dat lust ik wel. Kipfilet tuinkruiden. Dat is ook normaal hartstikke duur. Dus dat is €2,67 afgeprijsd naar €2,18. En dan weer naar €2,67 en weer €1,34. Nou. Ik weet niet wat ze willen. Maar normaal, de normale prijs €2,67. Ja. In de pakje zit niks met Elwin. Nee. En dan zit er nog wat groots in. En zo een doos. Met een pizza. Dat is lekker. Pizza kip shawarma. Maar dat lust ik wel. Ja. Nou, wat kost die? €4,19. Nou, dankjewel. Dat lust ik wel. Ja. Echt wel. Dan moet ik even zien hoe lang die in de oven moet. Bereidingswijze. Oven 180 C. Verwijderde verpakking. Ja, hè. Plus de onderlegger en bak de pizza 10 tot 12 minuten in het midden van een voorverwarmde oven. Ja, dat is begrijpelijk. Nou ja, lekker toch? Of niet dan? Ja! Nou, ik ben er weer blij mee. Ja, en nu ga ik een bakje koffie doen. Nee, ja, een bakje koffie dan met... Oeh, kind! Oh, gosje toch, een Jackie Josie. Ging met mijn stoel tegen jou aan. Oh, gosje toch, hè. Hey, lief, jij. Zo lief kind. Hé?
Ja, dacht ik haar een cadeautje te doen, want ik heb de halsband van de overledene hond van mijn dierbare mannetje heb ik bij de hond, van Scruffy. Nou, en die band die moet naar David toe, ja. Die behoort er toe te komen. Dus ik dacht, ik koop een nieuwe halsband met een nieuwe riem erbij. Maar nee. Ten eerste, de halsband die doet het niet, zit er liggies in. En ik denk dat ik het hele mikmakkie maar terugstuur. Want ook de handvat zit niet lekker en nee. Ik ga wel mee naar de dierenspeciaalzaak, hè, met je? Ja, hè. Ja, kusje. Oh, ik krijg een kusje. Oh, het is ook zo lief, hè. Ja. Maar er zit er ook eentje te janken achter de deur. En dat is Kandel, want die blijft dan maar even mooi zitten. Want ik moet zo weg met de rondjes. Ja. Ik denk dat morgen pizza wordt. Ja. Lekker, lekker, lekker. Hé, toch? Pizza. Morgen pizza. Ik ga de boel opruimen hier en dan komt dat wel goed. Want voor vanavond heb ik eten. En ik ben een beetje laat. Ik denk dat ik dit naar de diertjes doe, want die zullen het wel lusten. Hopelijk, ik weet het. De twee hondjes. Want Elwin, die eet dus afval van een bloemkool. Oké. Ja, bij Karen en Roderick dan, hè? Ja. Maar we zullen beleven, kijken hoe ze die lust en anders, ja, heb ik pech, dan gaat het gewoon weg. Ja, dit moet ik niet, ik lust totaal geen meloen, geen enkele meloen, nee, bah. Maar oké, lieve vrienden, ik heb vandaag maar twee keer gevlogd, maar dat doet er allemaal niet toe. Nee, ik heb ook nog geen vlog in elkaar, dus daar ben ik ook nog niet aan toegekomen. En of ik er vanavond toe kom, weet ik ook niet, want vanavond is de televisie mooi. Voilà. Ja, ik weet het even niet. Ja, ik... Dat laat ik allemaal weg. Ik kijk morgen zo ook weer verder ermee. Anders weet ik niet waar ik gebleven ben. Ja, oké, ik kras door wat ik gehad heb. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En smakelijk eten, bon appetit, pretjes, noem maar op wat je wenselijk is. En een hele fijne liefdevolle avond. Voor later op de avond, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.